de eerste keer dat ik het zag, sprak het mij direct aan en was ik eigenlijk voor een stuk wel toch verliefd op deze jongen. Ik vind gewoon het geheel met de sporen die hij nalaat, vind ik wel heel mooi. Een soort van, ja, kijk, mijn geheugen probeer ik te wissen. Maar eigenlijk kun je het verleden niet wissen. Het verleden heb je nodig om naar de toekomst te kijken. En het is gewoon het geheel. De beeldende kunst spreekt mij sowieso al aan. En dat ja, met het spoor van het verleden, die eigenlijk toch voor een stuk de toekomst bepaalt, vind ik wel heel typerend aan kunst. En het heeft iets triestigs, maar toch denk ik van ja, kijk vooruit naar de toekomst. Ga verder met de toekomst. Dat staat hier juist achter, dat klein muurtje. En de eerste keer ben ik toch wel geschrokken. Maar toch, ja, door die impact ben ik er nog verliefder op geworden. Ik ben Martine Fournier, Vlaams parlementslid en burgemeester van CD&V. En ik heb gekozen voor het werk Brand van Sophie Muller. Een werkje van in 2010 in gepatineerd brons en goud.